Wij geven per jaar kapitalen uit aan ziekteverzuim. En zou het nou niet een goed idee zijn om hier preventief iets aan te doen om dit te gaan veranderen? Nou, daarom ben ik vandaag bij TopLife. En zij kunnen hier alles over vertellen hoe dit aan te pakken. Wat vind ik nou mooi streven voor 2016? Is het eigenlijk gesteld met de gezondheid van de mensen in het bedrijfsleven? Nou, er is nog ruimte voor verbetering. Ja. Als je ziet dat er 600.000 mensen in Nederland depressief zijn, 700.000 zitten met burn-out gerelateerde klachten thuis, 1 miljoen pijnstillers worden er verkocht per dag. Zo, dat is nogal wat. 1 op de 10 mensen neemt een slaaptablet 's avonds. Dus ja. Het kan nog beter. Zo te horen wel. Wat zijn de meest voorkomende klachten? Ja, wat je veel ziet is natuurlijk spanningshoofdpijn, klachten in de nek en de schouders van achter het computerscherm zitten, irritatie, negatieve emoties. Wat we heel veel zien is chronisch vermoeid. Ja. En dan wordt het allemaal veel moeilijker dan nodig is. Ja. En met een paar simpele trainingen kan je echt energie en de dynamiek weer in het bedrijf weer terugbrengen. En dat is ook heel leuk als een teambuildingsdag om met z'n allen aan de slag te gaan op die manier. En gebeurt dat dan allemaal in de praktijk, dus zeg maar op de werkvloer? Of gebeurt dat ook intern hier bij jullie zelf? Ja, dat kan alle twee. Dus mensen komen hier individueel, dan krijgen ze een body-mind check-up. En dan doen we testen, metingen op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau. En dan krijgen ze een training, soms van een dagdeel. Dat kan dus individueel, ja, als in groep. Ja. Maar we worden soms ook voor hele afdelingen gevraagd. En dan krijgen ze een aantal metingen met een 6-weeks trainingsprogramma. Ja, dus testen en dan een training van hoe kan ik beter functioneren, want ja, daar gaat het uiteindelijk om. Iemand die niet fit is, een werknemer die niet lekker in zijn vel zit, die kan ook niet goed presteren natuurlijk. Precies, en daar gaat het om. En hoe zijn dan de reacties achteraf? Ja, dit is iets wat heel bruikbaar is. Dus mensen die zien gewoon van, als ik die oefeningen doe, dan slaap ik lekkerder. En als je uitgerust naar het werk komt, dan presteer je ook weer beter. Dus het is iets waar je in je dagelijks leven echt iets aan hebt. En ook als de groep, want als iedereen vermoeid is en chagrijnig, en dan kun je het wel hebben over klantvriendelijk. Maar als jij lekker in je vel zit, dan ben je vanzelf mensvriendelijk. En dan is het geen trucje, maar dan is het echt. Ja, en helemaal het bedrijfsleven natuurlijk. Ik bedoel, dan is dat natuurlijk een must dat iedereen op zijn top goed kan functioneren. Ja, want als je concentratie slecht is en er worden fouten gemaakt, dan kost dat het bedrijf, ja, natuurlijk ook een heleboel. Ja. Dus het is eigenlijk een win-win. De werknemer voelt zich beter en het werk wordt beter gedaan. Ja, en uiteraard ook een preventie tegen de hoge ziekteverzuim. Hè? Want veel mensen zijn ziek of worden ziek van de stress en de werkdruk. Ja. En door jullie inzet, jullie trainingen, kan dat natuurlijk heel goed opgelost worden. Het aanwezigheidspercentage brengen wij vaak omhoog. Ja. En het moet vooral ook leuk zijn, de training. Het moet makkelijk in te passen, ja, zijn in het dagelijks leven, want anders doen mensen het niet. En wij trainen ook veel topsporters en artiesten, topperformance training. Nou, die elementen komen ook terug in onze trainingen die we bij bedrijven doen. Dus je hoeft niet ziek te zijn om beter te willen worden. Als mensen bij ons komen, dan krijgen ze een ontspanningstraining, mentale training. Ze krijgen lichaamsoefeningen om de stress uit hun lichaam te verwijderen. Er zit altijd een massage in, voedingssupplementen. Dat is voor een individueel traject. Maar we kunnen ook in company trainingen geven. Waar dus ook testgedeeltes kunnen zijn. Zodat je de mensen toch inzicht krijgen in zichzelf. Maar daarna kan er met de groepen een programma gedaan worden wat de mensen vitaler en energieker en dat de dynamiek in het bedrijf verbetert. Medewerkers van bedrijven en instellingen kunnen bij jullie een training volgen. Maar hoe zit het eigenlijk met de vergoeding? Gaat dat via een zorgverzekeraar of via de werkgever? Ja, dat scheelt een beetje per traject. Normaal gesproken kunnen we gewoon de rekening bij het bedrijf neerleggen waar de mensen vandaan komen. En bedrijven zijn ook vaak geneigd om dat te betalen, omdat preventie nou eenmaal veel goedkoper is dan uitval van personeel. Maar ja, soms kan het ook niet. En dan kunnen mensen het inderdaad bijna altijd vergoed krijgen via de aanvullende verzekering bij bijna elke verzekeringsmaatschappij. Ja, en wie kunnen eigenlijk allemaal bij jullie terecht?
Ja, ook dat is heel divers. Van top-CEO's tot mensen van internationale bedrijven. Maar ook mensen uit MKB. Maar we hebben hier ook veel individuele trajecten. Dus eigenlijk iedereen. Wil jij in het nieuwe jaar naar meer balans tussen hard werken en ontspanning? Kijk dan even bij ons op de website mijnlevenmijngezondheid.tv.